Een hele goede morgen. Het is vandaag. Kijk of het lukt zo. Dinsdag. En we hebben eigenlijk een hele ochtend al erop zitten. We hebben lekker ontbeten. Ja, love you. Love you. En ze gaat even de was ophalen, want we hebben wasjes. Hij heeft onze was even naar de wasseret gebracht. Dat was zwaar nodig. Kijk maar de deur op, want straks kan ik niet. Of course. We hebben de hele ochtend erop gehad, we hebben een lekker ontbeten, daarna zijn we naar het zwembad gegaan. Eigenlijk 3 uurtje aan het zwembad gezeten, daar lekker kokosnoot gedronken. Ik heb dus net gedoucht, ik heb even een masker voor mijn haar gedaan, want dat was echt zwaar nodig jongens. Ik gebruik hier dus echt totaal geen foundation meer. En als ik even iets meer wil, zeg maar, dan gebruik ik deze moisturizer van Bobbi Brown. En die geeft je net dat extra tintje. Ik moet zeggen dat in Nederland was het niet echt heel erg mooi. Maar op vakantie, omdat ik dus iets bruiner ben. Ik ben niet heel erg bruin geworden. Maar omdat ik dus iets bruiner ben, is het gelijk echt zoveel mooier. Ik raad hem echt aan bij een getinte huid. Ik poeder mezelf even af. En dan doe ik een beetje bronzer op en een kleurtje op mijn lippen. En dan is het klaar. Ik ga even kijken of ik vandaag mascara op ga doen of niet. Heb ik echt niet op gehad. Want wij willen zo weer even met de scooter weg. En wij zitten nu in Sanne, zoals jullie weten. En wij willen even richting Kuta, Saminyak. We zitten natuurlijk al een week, iets meer dan een week op Bali. En we hebben hier natuurlijk heerlijk gegeten. Super gezond. Maar ja, jullie kennen ons natuurlijk langer dan vandaag. Wij willen heel graag weer even Arabisch eten. Dus we hebben even een Arabisch restaurant opgezocht. Er zijn er niet zo heel veel in Bali, moet ik zeggen. Tenminste op Google te vinden. Ik heb er in totaal 2 gevonden. En we gaan dus richting Seminyak om naar een Arabisch restaurant te gaan. Waar we gewoon lekker heerlijk uitgebreid gaan eten. Nou, toch wel een beetje mascara op, jongens. Wat er even zin in. Ik krijg er waarschijnlijk spijt van. Bijna klaar eigenlijk. Oh, this is the outfit. Ik heb een short aan van de Zara. Ik heb hem iets te groot gekocht, zodat hij iets fijner zit. Vooral op de scooter nu. En een topje van de H&M die ik hier heb gekocht. De outfit is vandaag gewoon helemaal wit. All white. Kijk, ik wil even het tasje om van The Mango. Ik wil eigenlijk dit strikje zo in mijn haren doen. Vinden jullie dat mooi of niet? Vind je het mooi of niet, Nes? Vinden jullie dat mooi? Nou, we wachten anders even op de comments en dan gaan we hem omdoen. Vind je het mooi? Doe maar mijn knotje heen. Oh, wow. Mooi hoor. Oh my. Ja, wat glimpje. Nes heeft een nieuwe scooter gepikt. Die andere was echt shit. Ben je blij? Zeker ben ik blij. Ik heb geen grote nieuws. Ik ben benieuwd. We waren dus buiten aan het rijden en het begon opeens te regenen. En we hebben een Starbucks gevonden, heel toevallig. Dus we gaan hier even lekker zitten. Even kijken wat ze hebben. Oh, hun water ziet er zo leuk uit. Wat is dit? Lemon and coconut water. Lekker. Een cappuccino voor mij. Helaas hebben ze hier dus helemaal geen amandelmelk, waar ik echt van baal. Maar goed, even een uitzondering. Wij zijn in Seminyak aangekomen. We zitten op een rooftop. En het ziet er hier echt heel erg leuk uit. Ik vind het buiten al mooi, maar binnen is het echt nog veel mooier. Ah, het sfeertje hier is toch leuk, joh. Hier, El Diwan Bali, ze hebben Instagram. Ja. En ziet het er een beetje lekker uit? Nou. Weet je dat ze hier bijna echt geen cola zero serveren, alleen cola light? Lekker. Zo, lekker hoor. Oh, dit ziet er goed uit, jongens. Oh, we kunnen wachten. Tahoula, hummus, tahin, falafel. Ik weet niet meer hoe dit heet. Lubia. Lekker brood. Ik heb nog pittige vis besteld. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik heb een poll gemaakt op mijn Instagram. Om mijn volgers te laten gokken waar wij nu gaan eten. Arabisch of sushi konden ze kiezen. De stand staat een beetje gelijk op. 54% denkt Arabisch. En
even kijken. 46% denkt sushi. Kijk, net van zijn broodje. Hij is gevaarlijk, hè? Oh, hij ziet er heel gevaarlijk uit. En mijn vis is er ook en die ziet er ook echt heel goed uit. Dit is pittige vis. Wij zijn nu in de mall aangekomen. We zijn nu in Kunta. We hebben echt zo lang in een taxi gezeten. Het duurt allemaal zo lang voordat je ergens aankomt. Het verkeer hier is echt gewoon abnormaal. Maar we zijn in de mall en het is een mall. Oh, we moeten even langs de beveiliging. Waar we al eerder zijn geweest. En toen hadden wij voor onze moeders hier McCoy-tassen gescoord. Hier zijn we ook eerder geweest, hè? Ja, hier heb je dus allemaal wel leuke merken en zo, deze winkels hier. Kijk, bijvoorbeeld een Levi's winkel hier. En deze is wel echt mooi. Ik wil echt wel heel lang Levi's broeken inslaan. En toen zag ik deze hier. Dit is een broek. En het komt dus tot enkel bij normale vrouwen. Maar bij mij valt het dus echt precies mooi. Ik heb een groot Levi's gepast. Het is een 27. Ik ben benieuwd. Guys, kijk hoe mooi die valt. Ook van onder. Ik vind hem echt mooi. Hij is echt mooi, Nes. Voor de zekerheid ook een maatje 26 gevraagd. En die past mij ook eigenlijk gewoon perfect. Hij is echt totaal niet strak. Kijk, er zit nog ruimte in. DXT, the best chicken, yes? Nou, Nessie is helemaal blij, want wij gaan naar de supermarkt. Ik hou van supermarkt in het buitenland, ik weet niet waarom. Zijn het zwembroekjes? Mirjam haat haar leven echt. We beginnen eindelijk bij eten. Iets wat ik wel kan waarderen. Dus laat zien wat je in je handen hebt. Hij heeft diet cookies. We hebben hier gewoon hagelslag. Ik ga stuk. Oh, hier heb ik een snoep. Chips en zo. Ketchup smaak. Ik was dit is wel echt leuk voor een dingen. Aardappelkoekje. Oh, ik ga stuk. Oh mijn god, dit is wel grappig man. Guys, we hebben random besloten om een mukbang te maken. Dat kan echt niet. Wat nog meer? Dus de chips gemaakt van allerlei dingetjes. En dit is gewoon... Dragonfruit is dit gewoon. Kiwi. Oh my god, dit is gewoon kiwi. Dit is gewoon een mini lumpia. Nes, kom eens één keer kijken. Ja. Oh my god. Je hebt mini lumpia's. Nee. Chili springrol. Zijn die gevuld? Weet ik niet. Oh my god. Oh, hij stinkt. Er zijn allemaal verschillende soorten kroephoek. Ik kan niet meer. Kijk, één keer naar deze. Zullen we een zakje van hier nemen? We hadden het gevraagd, we hebben het helemaal mis. Het is helemaal geen kroephoek. Je moet het in je gerecht doen, zei ze. Als ik haar goed heb verstaan. We zijn nu bij afdeling fruit. Die ziet er hier echt zo kleurrijk uit. Fruitsalades. Oh, weet je? Zo lekker. Jongens, doe me gewoon aan Turkije denken. Oh, het is zo lekker. Nes, kijk dan. Pringles en de smaak, zout en seaweed. Dat vind ik wel echt iets voor Bali. Zullen we dat proeven? Ja, dat is wel lachen, man. Ja. Kijk jongens, cassava chips en de smaak barbecue. Gaan we die nemen? Ja. Oh, je hebt hier ook original. Al weet die? Oh, die is gewoon lekker eigenlijk. Ja, ik wil weten. Je hebt hier echt zulke rare zonnepitten. Je hebt dus een zonnepitten met een groene thee smaak. Wat is dit dan voor smaak? Karamel, gadverdamme. Dus ik ga even stoppen met alles te filmen hier wat we gaan nemen. Wij gaan een mukbang opnemen, die zien jullie dan apart. Ik hoop het gaat lukken, want het idee van Nessie, ik had er eerlijk gezegd niet zoveel zin in, want ik wou een heel andere soort mukbang doen. Maar hou mijn kanaal in de gaten. Wij zijn... klaar met shoppen. We zijn nu bij de Starbucks. Ik wil je even laten zien wat ze hier hebben, wat wij in Nederland niet hebben.
En het ziet er zo goed uit. Pandancake, heerlijk.